Een teleurstellende elfde plaats voor Kozakken Boys in de Jacks League. Maar de ploeg is op eigen veld nog wel ongeslagen. Koploper Katwijk is dus gewaarschuwd. Lommers kopt door. De aanval van Kozakken Boys loopt ook door. Maar loopt uiteindelijk op niets uit. Dat Frank Keukens, die lang geblesseerd was, overschiet. Achente. Hutte. Ramstein gaat meedoen in aanvallend opzicht. En die vindt Marijnissen. En die maakt hem mooi. De 1-0 voor Kozakken Boys na 14 minuten. Een mooie goal, de vijfde van het seizoen van Thomas Marijnissen. Maar André Krul, die had je misschien ook wel mogen hebben. De doelman van Katwijk zit ernaast. Stout zit er hiernaast. En dus kan Katwijk. Maar Kozakken Boys kan weer overnemen. Dan levert Achente in. Gaat de aanval door. En kan Katwijk schieten. Oh, Kibo met de fout. En El Azouti met de gelijkmaker tegen zijn oude club. Ahmed El Azouti. Het is zijn zesde van het seizoen. Maar een blunder van heb ik jou daar. Van Kibo. De goalie van Kozakken Boys. Hutte verliest van Sinteur. Sinteur die laat die bal tussen de benen doorstuiten. Dat zal niet de bedoeling zijn geweest. En Hutte dan met deze poging. Maakt het er eentje dit seizoen. De oudspeler van onder meer Topos. Keukens. Nou, dit wapen heeft Kozakken Boys lang niet gehad. Maar Keukens wordt niet ingeschakeld. Bal richting Lommers. Ja, dat is een kopsterke spits. Maar niet sterk genoeg nu. Leuke wedstrijd op de Zwaaier in Werkendam. Ruststand 1-1. Suzanne El Azouti. Aanval van Katwijk. El Azouti uit de draai. En Kibo met de redding. De hoekschop is voor Katwijk. Dat in de rust Marciano Mengerink, voormalig topscorer van de tweede divisie, die toen nog geen Jacks League heette, in het veld bracht. 4 doelpunten gemaakt dit seizoen, toch geen basisplaats. Keukens. Hutte. Marijnissen. Marijnissen zoekt naar de mogelijkheid om uit te halen en komt dan met deze poging. Makkelijke prooi voor André Krul. Dan de vrije trap voor Kozakken Boys. Er staan er twee bij, Marijnissen en Ouja. Yassine Ouja en die bal die wordt dan in de muur aangeraakt. En dan is het 2-1 voor Kozakken Boys. Een hele lichte deviatie in de muur, waardoor doelman Krul kansloos is. Die glijdt dan ook nog uit, maar als hij was blijven staan had hij hem ook niet gehad. 2-1 voor Kozakken Boys. In de 65ste minuut, 10 minuten later, deze vrije trap belandt op het hoofd van Mengerink. De vrije trap is van Kok, een andere invaller. En Mengerink haalt toch een beetje zijn gram. Kijk eens naar dat vuistje. Hij duikt daar op achter alles en iedereen. En dan is het 2-2. Dan is dit een overtreding van Ramstein. Het mag doorgaan. En lijkt me dit een overtreding van de Mengerink. Maar dat mag ook doorgaan. Marciano Mengerink. Deze bal lijkt me haalbaar. Maar hij zit er wel in. Marciano Mengerink zet zijn handtekening onder deze wedstrijd. En daar staan al die coaches die hem wel opgesteld zouden hebben. Ja, ik denk dat hij houdbaar is voor Kibo, maar hij heeft hem niet en dus is Mengerink de grote man. En zo heeft Kozakken Boys dat eerder tegen Spakenburg een 3-2 voorsprong in de slotfase verspeelde, waardoor het 3-3 werd. En nu tegen Kozakken Boys een 2-1 voorsprong verspeeld. El Azouti is erdoor, is buitenspel, trapt de bal weg en had al geel. En dan hanteert de scheidsrechter de spelregels heel strikt. Tweede gele kaart voor Ahmed El Azouti. Hij moet eraf tegen zijn oude club.
maar dat heeft geen effect meer op het resultaat. Katwijk wint in Werkendam. En dus hebben zij wat te vieren.